We zijn hier bij Hartman Expeditie in het Drentse Veenoord. Dagelijks vertrekken hier tientallen vrachten met groenten, fruit, bloemen en planten naar Scandinavië. Hartman Expeditie en JP Vis en Zoon, dat ook deel uitmaakt van de Hartman Groep, zijn met name gespecialiseerd in verse groepageladingen. Kleine zendingen uit heel Nederland worden hier in Veenoord samengevoegd, waarna de goederen just in time en op de juiste temperatuur naar de klanten worden vervoerd. En dit bedrijf laat zien dat duurzaamheid geen toekomstig vergezicht is, maar dat er ook nu al heel veel mogelijk is met alternatieve brandstoffen, met zonne-energie en heel veel andere oplossingen om tot een duurzamer transport te komen, ook in het internationale transport. Maar duurzaamheid gaat hier veel verder. Zo werd Green Label Logistics opgericht, een duurzaamheidsplatform. Maar wat houdt dat precies in? Nou, Green Label Logistics is echt een platform dat we bieden voor onze klanten, waarin we inzicht geven aan wat wij doen aan CO2-besparing, kilometers besparen en met alternatieve brandstoffen werken naar onze klanten toe. Er zijn heel veel vragen vanuit de markt. Bedrijven hebben een duurzaamheidsbeleid en ze zoeken een vervoerder die aansluit bij dat beleid wat zij voor ogen hebben. Dat zijn voornamelijk Scandinavische retailers die echt een focus hebben op duurzaamheid en die van de vervoerder verwachten dat ze aansluiten bij hun duurzaamheidsvraag en duurzaamheidseisen. Hier in Veenoord zijn naast het nieuwe warehouse met crossdocks en koelcellen is ook een hele compleet nieuwe werkplaats verrezen, compleet met een truckwash. Ook alles op zonne-energie en bovendien beperkt dit het aantal lege kilometers van het rijden van en naar werkplaats of truckwash. Een andere stap naar een duurzame bedrijfsvoering is de toepassing van zonne-energie voor de koelhuizen in Veenoord. Daarmee wordt niet alleen de koeling, maar ook het interne transportmaterieel en alle elektriciteit voor de werkplaats en de kantoren gevoed. Ja, en ook hier in het eigen opleidingsinstituut van Flexibel Transport, ook deel van de Hartman Groep, brandt het licht op zonne-energie. En zo zie je dat duurzaamheid echt heel ver gaat bij dit bedrijf. Deze container kun je eigenlijk vergelijken met een hele grote powerbank. Okay. Deze container kunnen we 1,1 megawatt stroom in opslaan. Op onze gebouwen, zowel op ons crossdockcentrum als op de kantoren als op de werkplaats, hebben we ongeveer 1900 zonnepanelen liggen. Ja. En die stroom die daarmee opgevangen wordt, die slaan we op in deze batterij. Okay, dus je maakt overdag stroom, dat sla je op en dan kun je het gebruiken wanneer je het nodig hebt? Ja, overdag zijn we niet heel veel stroom nodig hier. De meeste activiteiten, zeker in ons crossdockcentrum, zijn 's avonds. Ja. En dan zijn we de stroom nodig die we overdag door de zonnepanelen hebben opgeslagen. Zijn jullie volledig zelfvoorzienend hierin? Ja, het opladen van de pallettrucks, heftrucks, ons kantoorverbruik en ook onze nieuwe truckgarage kunnen we voorzien van stroom. Maar ook de inzet van dit soort LZV-combinaties is een kwestie van duurzaamheid. Want twee van deze lange combinaties vervangen drie normale trekker-oplegger-combinaties. Dat betekent meer goederen meenemen, minder kilometers. Maar goed, daar blijft het niet bij. Deze complete LZV-combinatie is door middel van elektrische koeling volledig gekoeld. Zowel de motorwagen als de trailer volledig elektrisch gekoeld. Die wordt aangedreven door de motor, een hele grote generator. De dieselmotor draait dus weer op HVO-brandstof, wat niet fossiel is. Dus een enorm grote CO2-besparing. Het eigen gewicht van het voertuig gaat een heel eind onderuit. Daarnaast is het stiller en het scheelt natuurlijk twee complete dieselmotoren. Een van de snel groeiende onderdelen van Hartman Expeditie is Hartman Intermodal. En we zijn hier op de Euroterminal in Coevorden. En hier worden complete opleggers op de trein gezet, het zogenaamde hukkenpakvervoer. 's Avonds vertrekken ze hier, komen ze de volgende ochtend aan in Zweden. Dat is enorm duurzaam, want die trein rijdt toch al. En het scheelt duizenden kilometers en tonnen CO2 op jaarbasis. Ronald, is het hukkenpakverkeer naar Zweden, is dat dan een volwaardig alternatief voor wegtransport? Ja, wordt steeds beter. De betrouwbaarheid van de trein wordt steeds groter. De product wat op tijd in Scandinavië moet wezen, dat blijven we rijden over de weg. Ja. En product wat langer onderweg mag wezen, waar de shelf life wat langer van is, dat kan heel goed met een treinoplossing. Duurzaam, mooi alternatief, volledig op groene stroom. Het scheelt de chauffeur, het scheelt die brandstof en het scheelt heel veel luister. En zo laat Hartman Expeditie zien dat duurzaamheid is doorgedrongen tot in de haarvaten van het bedrijf. Want ook nu al kun je met goede techniek en met slimme ideeën heel veel doen aan duurzaamheid, ook in het internationaal transport.